Vanuit de Emiraten is er een geheime lastercampagne opgezet om individuele moslims en islamitische organisaties in West-Europa aan te vallen. En niet zonder resultaat. Alleen, het lijkt helemaal niemand iets te boeien. En daar moeten we het echt even over hebben. Is er sprake van ongewenste beïnvloeding in onder andere Nederland vanuit islamitische landen? Het antwoord is overduidelijk, ja, dat is er. En niet zo'n beetje ook. De omvang van deze beïnvloeding en hoe schadelijk dat kan zijn, bleek afgelopen dagen uit twee artikelen die het NRC publiceerde. Zij werkten mee aan een internationaal team onderzoeksjournalisten die samen aan de Abu Dhabi Secrets werkten. Dat is een enorme bron van informatie die door een digitale inbreuk bij het Zwitserse bedrijf Alp Services is buitgemaakt. En om te begrijpen wat zij vonden, moeten we eerst eventjes een klein stukje terug in de tijd. Na de Arabische lente van 2011 zijn in enkele landen leiders ten val gebracht. En in een aantal gevallen vervangen door meer of zelfs geheel democratisch gekozen leiders. Dat was natuurlijk een enorme bedreiging voor de machthebbers in andere landen, die niet wilden dat zoiets ook bij hen zou plaatsvinden. Deze machthebbers die vonden elkaar in hun wens tot zelfbehoud en wilden elke politieke awakening vanuit de bevolking tegengaan of in ieder geval de invloed daarvan afremmen. Zo ontstond er een as met onder andere zeg maar, Saoedi-Arabië, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Vanuit deze landen horen we dan soms ook de religieuze opinie dat het indruist tegen de islam om te rebelleren tegen de machthebbers. Andere landen steunden juist het groeiende politieke engagement van de bevolking en ook de meer vrije pers die kritiek kon leveren op beleid, zoals bijvoorbeeld de nieuwszender Al Jazeera deed. Zij vormden een tweede as, met onder andere Turkije, Kuwait en Qatar. En vanuit deze landen zien we dat juist het deel van de bevolking dat meer politiek actief wordt, ook een religieus motief ervaart om een actievere rol te gaan spelen om te komen tot een rechtvaardiger overheidsbeleid. Hoewel de essentie van het conflict dus gaat over politiek en machtsverhoudingen, heeft het in de praktijk ook een religieus component. Nou, in 2017 kregen Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten het met elkaar aan de stok en ze verbraken hun diplomatieke betrekkingen. Tijdens dat conflict besluiten de Emiraten om een lastercampagne op te gaan zetten in West-Europa jegens politiek actieve moslims die gelieerd zijn aan ideeën zoals die worden gesteund door de as van Turkije, Kuwait en Qatar. Het doel is om individuele moslims en organisaties te laten brandmerken als zijnde een onderdeel van de moslimbroederschap. Een politieke beweging uit Egypte. En ze door het slijk te laten halen in de media en bij politici. En ze huren daarvoor het Zwitserse bedrijf Alp Services in. Die voor het juiste bedrag absoluut geen morele bezwaren zien om een dergelijke dark PR campagne op te zetten. Een verborgen, geheimzinnige, negatieve haatcampagne. En ook in Nederland worden slachtoffers gemaakt. Zo maakt Alp Services diverse nepprofielen aan van helemaal niet bestaande journalisten en tipgevers. En gaat daarmee Nederlandse journalisten beïnvloeden. Zo ontving bijvoorbeeld het blad Elsevier een mail van de niet bestaande Laurent Martin. Deze beschreef hoe een actie tegen islamofobie bij de Europese Commissie eigenlijk het werk zou zijn van de moslimbroederschap. De mail wordt een beetje herschreven en Elsevier publiceert het artikel met een provocerende titel. Moslimbroederschap lobbyt bij Frans Timmermans. En ook toen Kautar Boegalicht op een verkiesbare plek bij GroenLinks kwam te staan, volgde er een enorme lastercampagne. Zij zou lid zijn van de moslimbroederschap, een wolf in schaapskleding. Ondanks alle tegenwerkingen kwam ze uiteindelijk met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer, maar man, wat heeft zij een hoop bagger over zich heen gehad. Door de heimelijke lastercampagne vanuit de Emiraten werden zo diverse individuele moslims, maar dus ook moslimorganisaties in Europa beschadigd. Ook bijvoorbeeld Islamic Relief, lange tijd het boegbeeld van wereldwijde hulpverlening vanuit islamitische gemeenschappen in Europa. Zij werden zwaar aangevallen en verloren in diverse landen miljoenen aan subsidies. Maar de negatieve invloed van de campagne ging verder, veel verder. In 2020 vond in Nederland POCO plaats, de parlementaire ondervragingscommissie naar de ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. De commissie keek enkel naar islamitische organisaties die geld ontvangen uit enkel islamitische landen. Artikel 1 van de grondwet bestaat natuurlijk wel op papier, maar in de harten van onze politici is het bijna niet meer te vinden. POCOP riep allerlei islamitische bestuurders op, formeel als getuigen, maar in de praktijk werden zij op een buitengewoon schofterige, wantrouwende manier bejegend. Niet als getuigen, maar als een soort van verdachte van strafbare feiten.
Geef sommige mensen nou eenmaal een beetje macht en invloed over anderen en je ziet ineens het masker afvallen. Je ziet hun ware aard bovenkomen. Nou, die openbare verhoren, ik kan er bijna niet naar kijken zonder woede en plaatsvervangende schaamte. Heb jij ze destijds ook bekeken? Wat vond jij ervan? Ik ben benieuwd en zoals je weet, ik lees alle comments onder deze video van harte mee. En trouwens, die schaamte van mij, die was niet alleen vanwege het dédain waarmee deze politici te werk gingen, maar ook vanwege hun complete gebrek aan relevante kennis. Hoewel Suhaib Salam onder ede stond en dus naar waarheid moest verklaren, werd hem elke mogelijkheid ontnomen om de vragen die hij kreeg gewoon te beantwoorden. Van ons meegenomen. Ja, over de field, daar komen we straks nog over. De heeft 3,5 jaar, nu richting meneer Salam, de 4 jaar. Over de field komen we zo meteen nog te spreken. Ja, ik vraag aan u, daarom moet u antwoord geven op mijn vraag. Meneer Salam, ik ga u dus zo meteen uit laten praten als u antwoord geeft op mijn vraag. Op dit welke is het wijze, antwoord op uw vraag. Dit is nog geen antwoord op mijn vraag. Mijn dus vraag de field was namelijk, heeft meneer ons, Salam, meneer Salam, meegenomen. En vervolgens, meneer Salam, ik vraag u nogmaals. Ik ben aan het antwoord te geven op mijn vraag. Ik vind het een beetje schofterig wat u doet. U wil niet luisteren. Ik wil heel graag naar u luisteren als u antwoord geeft op mijn vraag. Ik geef antwoord op uw vraag, maar ik geef dat op mijn manier. Als je niet exact zegt wat zij willen horen, ja, dan moet je nu eenmaal je mond houden. En in een ander verhoor werd bijvoorbeeld Nasser el-Damahouri uitleggen waarom mensen die graag winst willen halen uit hun investeringen, waarom zij hun geld stopten in een pand in Nederland. Zijn er ook voorwaarden gesteld aan de financiering? Nee. Geen enkele voorwaarde? Geen enkele. Het ging alleen om rendement? Ja. Financieel rendement? Ja. Waarom investeerde men dan in een pand in Nederland en niet elders? Omdat de pand die voor 1,7 miljoen gekocht is, is nu bijna 4 miljoen waard. Terug naar Rotterdam. Terug naar Rotterdam. Oftewel, laten we het maar even snel over iets anders gaan hebben. En over iets anders hadden ze het. Want zo werd hij bijvoorbeeld gevraagd naar salafistisch gedachtegoed. Wist u dat Unicor contacten had met salafistische organisaties? Hoe bedoelt u salafistisch? Zoals ik het zeg. En wat is salafistisch? Mijn vraag is of u wist dat ze banden hadden met een salafistische organisatie. Ik moet eerst weten wat een salafistische organisatie is. Maar ik stel u hier de vraag. Nee, maar goed, ik moet beantwoorden. Ja, dus ik vraag u een antwoord. Ik moet beantwoorden over iets wat ik niet begrijp. U begrijpt niet wat een salafistische organisatie is? Ik weet niet wat u bedoelt met salafistisch. Is het hetzelfde begrip zoals ik het weet? Of is het een ander begrip? Ik weet niet wat u weet. Wat verstaat u onder de salafistische organisatie? Salafistisch zijn iedere moslim die Allah volgt en de Koran volgt en de profeet vrede zij met hem en haalt zijn leer vandaan, dit is een salafist. Is dat die salafist waar u het over heeft? We hebben afgelopen maandag een gesprek gehad met de heer Schoof van de AIVD. Ja. Die heeft ook duidelijk een definitie gegeven van salafistisch gedachtegoed. Wat is dat? Het is mij niet bekend. Onder andere om politieke invloed, via politieke invloed, ergens binnen te komen. Dus wat is salafistisch gedachtegoed? Nou, onder andere om met politieke invloed ergens binnen te komen. Ja, als dat de definitie is, dan is elk Tweede Kamerlid of minister die ergens op werkbezoek gaat, dat is dan dus een salafist. En deze waanzin vond dus niet ergens in een afgehuurd dorpszaaltje in Lutjebroek plaats. Nee, deze verhoren vinden plaats in het hart van onze democratie. Een onderzoekscommissie is een enorm zwaar politiek middel dat niet zomaar ingezet hoort te worden. En moet je eens kijken wat een circus deze gasten ervan maken. Maar de meest domme, schaamteloze en onprofessionele uitspraak kwam van Niels van den Bergen van GroenLinks, die tijdens het verhoor aan Jacob van der Blom deze vraag stelde. Eerder sprak u met mijn collega De Vries over buitenlandse financiering. En u had het een aantal keren over de papierwinkel, hè, de papieren die u moet aanleveren. Is een zogenaamde takia, een aanbevelingsbrief, ook onderdeel van het papierwerk? Een takia aanbevelingsbrief? Takia?
Is zijn Arabisch gewoon niet zo goed? Of heeft hij het ergens anders vandaan? Ja, ik ken het woord alleen maar van de islamofobie van Geert Wilders. Is Wilders misschien de grote inspiratiebron voor deze GroenLinks-politicus als het over de islam gaat? Is een zogenaamde takia, een aanbevelingsbrief, ook onderdeel van het papierwerk wat u moet afleggen? Kijk, dit is het hele probleem, hè? Op het moment dat mensen die... Nou, die... ik vraag het u, nee, gewoon een ja of nee. Ja. Nee, maar ik hoef geen ja of nee te zeggen, want kijk, takia nou, is iets heel anders dan een teskia. En dat is het probleem op het moment dat mensen een die... Teskia, is dat een aanbevelingsbrief? Een teskia is een aanbeveling, maar takia is iets heel anders. Nee, maar, dan hebben we het over dus een teskia. Dat is het probleem, dat meneer Van der Blom. Je praat over termen op een gegeven moment, over meneer of het nou salafisme is. Je moet dingen wel duiden door meneer Van der Blom, duiden, heeft u een teskia? Ik zei daarna ook aanbevelingsbrief. En hier sprak Van der Blom een waar woord. Je moet dingen wel laten duiden door vakmensen. Als je als politicus geen enkel benul hebt waarover je aan het roeptoeteren bent, als je de inhoudsopgave van Islam voor Dummies nog niet hebt gelezen, is het dan niet beter om het inhoudelijk over te laten aan vakmensen? Nou, blijkbaar wisten de politici zelf ook wel dat ze inhoudelijk ongeschikt waren voor deze taak, dus huurden ze Lorenzo Fidino in. Zijn verhoor was niet openbaar, nee hoor, dat was achter gesloten deuren. Want transparantie komt nou eenmaal niet altijd handig uit. Fidino hield voor hen ongetwijfeld ook een geweldig, maar schrikbarend verhaal. Geruchten over diplomaten die met tassen vol contant geld via privéjets de grens overkwamen en allerlei complottheorieën over gevaarlijke en leugenachtige moslimbroeders die hingen als een schaduw over de onderzoekscommissie, sijpelden door in hun vragen en ze vonden hun weg uiteindelijk in het eindrapport. Maar terwijl deze Nederlandse politici in Den Haag probeerden om ongewenste beïnvloeding vanuit het buitenland aan te tonen, bleken ze er zelf juist met open ogen in te zijn getuind. Die deskundige, Lorenzo Fidino, die bleek in zijn zakken namelijk het geld te hebben zitten van Alp Services. De man waar de politici zo op leunden en op wiens zogenaamde inzichten en duidingen zij herhaaldelijk leunden in hun verslag, die was gecorrumpeerd. Hij werd betaald met het geld dat het onderdeel was van een lastercampagne, opgezet vanuit de Emiraten om media en politici in Europese landen te beïnvloeden. En zo viel Pocop, de Pocop onderzoekscommissie, uiteindelijk in haar eigen zwaard. Het meest heftige voorbeeld van ongewenste beïnvloeding was niet door de onderzoekscommissie aangetoond, nee, het had hun eigen onderzoek gecorrumpeerd. Dat de Emiraten hun heimelijke invloed tot helemaal in een Nederlandse parlementaire onderzoekscommissie kon aanwenden, je zou denken dat is enorm nieuws. Maar nee hoor, je hoort er vrijwel niemand over. Niemand in Den Haag wilde hier ophef over maken, niemand wil schoon schip maken, niemand wil aandacht besteden aan dit enorme schandaal om de simpele reden dat ze er allemaal zelf schuldig aan zijn geweest. En dan kan je nog denken, ja, dat verhaal is natuurlijk helaas overschaduwd door de val van het kabinet. Maar zelfs het NRC zelf, dat deze twee artikelen en een derde op komst publiceerde, zij besteden er nauwelijks aandacht aan. Elke dag rond 5 uur krijg ik een mailtje, de 5 om 5 mail, waarin ze de aandacht van de lezer vragen voor de 5 belangrijkste nieuwsberichten op hun site. Maar dit stond er niet tussen. Hoe kan het dat vrijwel niemand het iets lijkt te boeien dat een buitenlandse mogendheid een lastercampagne op heeft gezet die daarmee zowel de Nederlandse journalisten als Nederlandse politici heeft kunnen beïnvloeden? En Dylan Jezilkus dan? De nu demissionair minister van Justitie en Veiligheid? Zij wil de opvolger worden van Mark Rutte. Gaat zij er dan wel stevig met een gestrekt been in als het gaat om de relatie tussen Nederland en de Emiraten? Nee hoor, afgelopen maandag, dus na beide publicaties, twitterden ze vol trots dat Nederland en de Emiraten juist veel nauwer gaan samenwerken en allemaal verdragen hebben gesloten. Goed nieuws! Je zou er bijna moedeloos van worden. Boeit het dan niemand iets dat Nederlandse individuele moslims en islamitische organisaties op deze manier zijn aangevallen en beschadigd? Maar er is nog een beetje hoop. NRC heeft aangekondigd dat er aanstaand weekend een derde artikel in deze reeks gepubliceerd zal worden. En wellicht is er inderdaad eerst nog wat meer nodig voordat mensen wakker worden geschud. En ze iets van gevolgen gaan verbinden aan deze ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Nou, ik ben enorm benieuwd naar dat derde artikel. En ik hoop, een beetje tegen beter weten in, dat er dan eindelijk een stevige discussie zal gaan losbarsten over dit enorme schandaal.
Oh, je vond de video goed en je wil meer zien? Nee, dat is fijn om te horen. Onderaan de video kan je op subscribe klikken. Dan mis je geen enkele nieuwe aflevering.